Bismillahirrahmanirrahim. In deze aflevering gaan wij in op hoe de Shiïtische geleerden de definitie van Shia hebben geïntroduceerd. Een bekende Shiïtische geleerde is Sheikh al-Mufid rahmatullahi alayh. Sheikh al-Mufid rahmatullahi alayh, hij zegt het volgende. De Shia zijn degenen die Ali volgen en geloven dat hij een imam is die aangewezen is door de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Een tweede Shiïtische geleerde is An-Nawbakhti rahmatullahi alayh. Hij heeft een bekend boek geschreven genaamd Furq al-Shia op pagina 15. Hij zegt het volgende. De Shia zijn de groep van Ali. Ze zijn de Shia van Ali genoemd in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Deze twee bewijzen zijn een duidelijk bewijs dat de westerlingen die ik in de vorige aflevering heb genoemd, onwetend zijn. Dat zij de Shiïtische boeken niet hebben doorgenomen. En ook vandaag de dag, als wij gaan kijken naar bijvoorbeeld de Universiteit van Leiden, dan zien wij daar bepaalde hoogleraren die geen verstand hebben van het Shiïsme. Zoals bijvoorbeeld Paul Cliteur. Paul Cliteur heeft verschillende boeken geschreven waarin hij kritiek heeft op de islam. Maar tegelijkertijd heeft hij geen enkele bron gebruikt vanuit het Shiïsme. Dit noem ik onwetendheid en onnauwkeurigheid. De betrouwbaarheid van zo'n universiteit of van zo'n instantie kan worden betwijfeld. Maar als wij gaan kijken naar bijvoorbeeld de Soenitische geleerden, zij hebben bewust de term Shia veranderd om te voorkomen dat er een deur open gaat naar het Shiïsme. Voordat wij ingaan op de tragedie van Karbala, op Ashura, op Fatamiyya, op Ghadir Khum, moeten wij uitleggen wat Shia betekent. Dit hebben wij, inshallah ta'ala, uitgelegd aan jullie. Dat de Shiiten gesticht zijn door de profeet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dat de Shiiten de edele Koran en de Ahlul Bayt, alayhum assalam, volgen. Nu gaan we een stapje verder. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft 12 imams aangesteld. Deze aanstelling komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit noemen wij el-imame. El-imame. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft deze 12 imams benoemd bij naam. Dat zij van zijn nageslacht zullen zijn. Om de moslims te beschermen. Van dwaling. Want na het martelaarschap van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft er dwaling plaatsgevonden in de maatschappij. Wie zijn deze 12? Dat is imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Hij is de eerste imam. De tweede imam is imam al-Hassan alayhi salam. De derde imam is imam al-Hussein alayhi salam. De vierde imam is imam Zain al-Abidin alayhi salam. De vijfde imam is imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. De zesde imam is imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam. De zevende imam is imam Musa al-Kadhim alayhi salam. De achtste imam is imam Ali al-Rida alayhi salam. De negende imam is imam Muhammad al-Jawad alayhi salam. De tiende imam is imam Ali al-Hadi alayhi salam. De elfde imam is imam al-Askari alayhi salam. En de twaalfde imam is imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajah al-Sharif. Dit zijn de 12 imams waarin de Shiiten in geloven dat zij de opvolgers zijn van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En een van de doelen van deze imams
is om het geloof te beschermen, om op een juiste manier de islam uit te leggen. Om de edele Koran op de juiste manier uit te leggen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons imams gestuurd om de religie te beschermen. De edele Koran spreekt over duizenden onderwerpen. Wie is degene naar wie wij toe moeten gaan om de kennis aan te nemen? Dat zijn de imams, alayhum salam. Die zijn aangesteld door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dit maakt het shiïsme uniek. Is dat zij zich letterlijk vasthouden aan de profeet, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De profeet heeft 12 imams aangesteld. Zij houden zich aan deze 12 imams. De shia van Ali. Want imam Ali alayhi salam is de eerste imam. Wat zijn de geloofspilaren van de shiiten? Als we gaan kijken in het boek Kitab al-Kafi van Sheikh al-Kuleini rahmatullahi alayh, dan hebben wij een mooie overlevering. Namelijk dat Asluddin, de pilaar van het geloof, is de imam. Want zonder de imam is het gebed ongeldig, klopt de hajj niet, klopt het vaste niet. Tot de essentie van aanbidding behoort het geloven in het leiderschap van de imams, alayhum assalam. Want wie niet in het leiderschap van de imams, alayhum assalam, gelooft, heeft de voltooiing van de islam ontkend. Dus dat is iemand die een gedeeltelijk de islam wel accepteert en gedeeltelijk de islam niet accepteert. Dit is ongeloof. Een deel van de Koran willen ze wel aannemen, maar een deel van de Koran verwerpen zij. Wanneer iemand een deel verwerpt, is dat hij de hele Koran heeft verworpen. Of je accepteert het leiderschap van de Ahlul Bayt, alayhum assalam, of je bent buiten de pure islam getreden. De 5 pilaren van het shiïsme, de 5 geloofspilaren. Tawhid, het geloven in de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Adil, de rechtvaardigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nubuwa, het profeetschap, het geloven in 124.000 profeten. Dat profeet Adam alayhi salam de eerste profeet is en dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de laatste profeet is. Het geloven in imamen en de 12 imams. En het geloven in ma'ad en de dag des oordeels. Elk van deze 5 heeft een uitgebreide analyse nodig. Tawhid kunnen wij bijvoorbeeld verdelen in de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, de namen van Allah subhanahu wa ta'ala, de edele Koran. Ma'ad, de dag des oordeels, kunnen wij onderverdelen in verschillende onderwerpen, zoals de dag des oordeels, maar ook wat er bijvoorbeeld in Berzeg gaat gebeuren, wat er in het graf gaat gebeuren. Dat zijn allemaal onderwerpen waar de shiiten hun theorieën over hebben. Waar de shiiten hun aqaïd, hun geloofsleer, over hebben. Maar een soort samenvatting is usuluddin. Namelijk dat er 5 beginselen zijn waar de shia in geloven. Maar tegelijkertijd vraag ik mij af, de shia geloven in de edele Koran. In de complete edele Koran. De shia bidden naar 5 keer per dag naar de Kaaba. De shia gaan naar hajj. De shia betalen zakat. De shia betalen khumus. De shia geloven in de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala en dat er geen andere schepper is. De shia geloven dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de laatste profeet is.
Hier gelooft het shiïsme allemaal in. Wat ik mijzelf afvraag is, hoe kan het zo zijn dat er desondanks tekfir wordt gedaan op de shiïten? Dus dat de shiïten afvalligen zijn, dat zij ongelovigen zijn, dat hun bloed halal wordt verklaard. Als zij in de edele Koran geloven, ze gaan naar hajj, ze bidden 5 keer per dag. Wat is het probleem dan nog? Hoe kan het dan zo zijn dat er in verschillende tijdsperken shiïten werden vermoord voor hun identiteit? Hoe kan het zo zijn dat de kleinzoon van de profeet, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, op zo'n gruwelijke manier wordt vermoord? Wat is dit voor mensheid? Is dit de islam die de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wou verkondigen? Absoluut niet. En dit is waarom het shiïsme zich vasthoudt aan Muharram, aan Ashura. Want het probleem van de islamitische umma vandaag de dag, van de mensheid, van de tussen twee haakjes islamitische landen, is dat zij tijdens Ashura feest vieren. Dat zij vrolijk zijn tijdens Ashura. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij rouwde tijdens Ashura om imam al-Hussein alayhi salam. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam te horen kreeg wat er met imam al-Hussein salamallahu alayhi zou gaan gebeuren in Karbala, kreeg de profeet tranen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam rouwde tijdens Ashura. Voordat imam al-Hussein salamallahu alayhi werd gemarteld in Karbala. Dus voordat de imam salamallahu alayhi wordt vermoord, rouwt de profeet al voor wat er gaat gebeuren. Dit was de sunnah, dit is de sunnah van de profeet, de levenswijze van de profeet. Is dat men rouwt om de imam alayhi salam. Wat zien wij vandaag de dag tussen haakjes bij de islamitische landen? Het tegenovergestelde. Dat men feest viert, dat men vrolijk is. Wat is er dan nog overgebleven van de islam? Wat is er dan nog overgebleven van de levenswijze van de profeet? Islam bij naam, maar praktisch gezien is het verre van de islam van de profeet sallallahu alayhi wa sallam.